back. No, no. Snake back. That's what I'm saying. Snake back. No, on my armor. No, babe. Snake back. No, babe. Snake back. No, babe. No, babe. No, babe. Snake back. No, babe. Snake back. No, babe. Snake back. No, babe. No, babe. No, babe. Snake back. Ik heropen de vergadering. Ik deel de kamer mee dat aan mevrouw Rijkowski, mevrouw Roderkerk en mevrouw van der Werf met ingang van 8 december 2023 tot en met 28 maart 2024 tijdelijk verlof is verleend. Aan de orde is de beëdiging van 3 leden van de Kamer. Ik geef het woord aan de heer Ellian voor het uitbrengen van het verslag namens de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. De benoeming van de heer T.C. De Groot, de Woutsend en de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw I. Roderkerk te Amsterdam. De door u af te leggen verklaringen en beloften luiden als volgt. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof vertrouwen aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Ik wens u van harte geluk met dit gesprek van deze kamer. Ik zal geven.